Het internet werd in 1969 in gebruik genomen door het leger en langzaam zijn steeds meer mensen het gaan gebruiken. Tegenwoordig heeft bijna iedereen toegang tot het internet. Zeker in Nederland hebben er heel erg veel mensen toegang via een tablet, computer of telefoon. En hoewel het internet erg fijn is, zijn er ook een paar dingen die ik echt haat aan het internet. Hier zijn deze dingen. Nummer 5. Spam. Spam is een van de dingen waar ik af en toe echt niet tegen kan. Je kijkt in je inbox en wat zie je? 12 mailtjes van een aantal winkels en af en toe ook nog een heel erg slecht geschreven mailtje erbij waarin de ING mij vertelt dat ik ze toch even al mijn gegevens opnieuw op moet sturen. Serieus, wie trapt hier nou nog in? Vooral de slecht geschreven Nederlandse mailtjes vind ik erg irritant. Als je iets op Marktplaats verkoopt, krijg je deze mailtjes ook. En na een tijdje word je hier echt gek van. Zeker bij iPhones moet je hier erg mee oppassen. Nummer 4. 30 seconden reclames. Ik denk dat iedereen die deze video kijkt ze wel kent. De reclames die je op YouTube krijgt voor een video die 30 seconden duren. Zeker als je een trage wifi verbinding hebt. Of je wil gewoon even snel een muziekje opzetten. Wil je niet naar deze 30 seconden lange onzin luisteren. Meestal hoop je dat je na 5 seconden deze reclame weg kan klikken, maar dit kan dan ook al niet. Op 3G is dit ook erg vervelend, vind ik af en toe. Vervelende en irritante reacties zie je erg vaak op YouTube of op Facebook of op andere plekken. Op YouTube heb je bijvoorbeeld een anoniem account waar mensen niet heel erg veel informatie van jou kunnen zien. Mensen maken hier graag gebruik van en schelden er dus lekker op los. Je ziet vaak mensen elkaar uitschelden voor de raarste dingen. En ook geven mensen kritiek op dingen die helemaal niet zo erg zijn of disliken mensen video's. Zolang mensen niet weten wie we zijn, vinden we het niet erg om het toch eens lekker even af en toe op los te schelden. Nummer 2. Pop-up reclames. Ik denk dat jullie bijna allemaal ook dit wel kennen. Je zit lekker op de Pirate Bay of op een andere website en je wil iets downloaden. En spontaan krijg je een pop-up die jou vertelt dat je 500 euro kan verdienen door alleen deze quiz even af te maken. Ook dit is weer een erg grote irritatie. Met iets als Adblock kan je het grootste deel van de pop-up reclames al verhelpen. En op nummer 1 zou ik JavaScripten zetten. Hoewel je het niet meteen verwacht. JavaScripten en sowieso Java op internet is over het algemeen helemaal niet zo storend. Totdat je erachter komt dat het voor een deel van de computers op bepaalde besturingssystemen niet beschikbaar is. En dat het ook op een deel van de tablets en telefoons niet goed werkt. Een groot deel van de spellen is bijvoorbeeld niet beschikbaar via het internet op je iPad. En dit is ook gewoon weer erg irritant. Dit was toch wel een erg negatieve video, vind ik zelfs. Dus ik hoop dat jullie iets van positiviteit erin kunnen doen door een duimpje omhoog te geven als jullie deze video leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet op het rode knopje met abonneren erop geschreven te klikken. Ik waardeer het heel erg. Ik denk dat over iets meer dan een week ik mijn review af heb van de Moto G2014. Ik waardeer iedereen die gecomment heeft op mijn laatste video ook echt. En ik zou zeggen, tot in de volgende video.